Daar staat een dagje vis op de planning. Het is zondagochtend. Het is 7:30. 0 graden buiten. 10 minuutjes rijden. En dan zullen we zien of Pieter al gearriveerd is. Zo. Nou, laten we eens eventjes kijken waar we zijn beland. Graag Elburg, vestingstad. Ja, de roots van Pedro van de Werfhorst. Hier is het begonnen. De Poepenkolk. Jawel. Mooie naam van de vereniging. Ja, lichtjes aangevoerd. Maar ja, die nachtvorst is even minder, Rick Paul. Ja, dat weer wel goed. Maar goed. Zo, Piet Engeltjes liggen al in. Mijn engeltjes nog even gauw opgooien. Ah, gooien, uitvaren. Een tjotrichtje. Toch wat zachtere bodem. Attractief vissen. Ah, die andere gaan we met een pop-upje op de her, Rickert. Yes. Lekker. Ja, gisteravond wel even een voertje gemaakt. Saga-pelletjes, gebroken bollen, een beetje zoete mais. Flink Minamino erop. Altijd lekker. Attractief vissen met dit koude weer. Niet te veel, één schepje zat. Zo, engeltjes liggen in. Wat tijd voor een bakje koffie, of niet? Oh, heerlijk. Zo. Zo hoort het, hè? Ik moet snel aan, beetje halen. Oh, kijk eens, mooi uitzetten. Toch weer die mulberientjes, hè? Heerlijk. Ik had hier toen aan een mulberientje gevoerd. Die andere stek Crazy Banana. Ja, toch de gouden ouwe weer, jongens. Hoppata. Hij is in de cash, ja. Poepelbupje, mulberien en buttrick. Ja, lekker hoor. Nou, ik leg hem snel even in het water. Die hengel die moeten zo snel mogelijk op natuurlijk. Want met dagvissen hebben we geen tijd te verliezen. En dat kunnen maar hele korte aardmomentjes zijn. Dus snel de boer klaarmaken. Schitterend visje. Beetje klein, maar deert niets. We hebben deze vissen uitgezet in samenwerking met de KSN en de Poepenkolk. Het is al vet als je zo'n beest terug ziet. 2018 uitgezet. Ze gaan goed. Ja, hooggeviste pop-ups zijn niet altijd mijn voorkeur. Hier kies ik voor een pop-upje met een kleine splitshot op de her, zodat die net los staat. Je hebt wel de visuele attractie, maar ze schrikken niet van een pop-up die te hoog staat. Ja, en dit is een 15 mm die we ook nog een beetje hebben bijgesneden, zodat die attractors er maximaal uit kunnen. Nou, hier ziet het. Instant gelijk actie. Ja, Rikke Paal. Daar liggen ze wel, vriend. Ik ken het zo weer al. Oh, dit is een mooi rijdentje, boy. Zo, aangekomen op de tweede stek. Eerste stek was helaas niks. En dan binnen een kwartier twee was ook prachtige spiegels vangen. Dat is toch super tof. We vissen onder een obstakel. Veel blad en rotzooi, dus die bodem is zacht. Ideaal natuurlijk om de Central Shock LED clip in te zetten. Licht loodje, 100 gram. En een combi-linkje met een behoorlijk contragewicht. Dan hebben we toch in ieder geval het idee dat die haak wat beter stuurt richting de onderkant van de lip. Ja, fixerlijnetje. Weet je, die vis die pakt het op en snuif is hangen.
Zo, weer terug op het eerste stekje waar we vanmorgen begonnen zijn. We hebben toch nog even weer een uurtje geprobeerd. Maar helaas niks gevangen. Dus het is mooi geweest. We ruimen alles op. We gaan lekker naar huis. Toch twee vissen kunnen vangen. Ja, dat is helemaal top. Topdagie. Zeker jongen, maar ik had er hier nog wel even wachten als ik hier eerlijk ben. Dat zeker weten, maar ja. Vorige week zondag kreeg ik niet op vrij snel aan deze maar gaat vandaag niet meer gebeuren, boy. Nee, gaan opruimen, lekker naar huis. Juist.